Goedendag, mijn naam is Michael Rubberman en ik ben arts klinisch farmacoloog en namens Recipe Farmacotherapie bieden wij u deze college reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. Vandaag, deel 11, gaat over hartfalen. In het volgende overzicht ziet u wat de complete inhoudsopgave is van deze college reeks en dus vandaag deel 11, wat gaat over hartfalen. Als we het hebben over hartfalen is het ons goed altijd te bedenken wat hartfalen nou precies betekent. Hartfalen is eigenlijk niets meer dan een verminderde linkerventrikel ejectiefractie, wat gemeten kan worden met een echocor, een echo van het hart. En daarbij meten we eigenlijk hoeveel van het bloed wat in de ventrikel zit, uitgeperst kan worden met één hartslag. En dat drukken we uit in een percentage. En bij hartfalen hebben we verschillende categorieën. We hebben HFpEF, wat ook wel staat voor hartfalen met preserved, dus behouden ejectiefractie, waarbij de ejectiefractie meer dan 50% is. We hebben HFmREF met mild reduced ejectiefractie, waarbij de linker ventrikel functie tussen de 41 en de 49% is. En we hebben de HFrEF, ook wel het hartfalen met reduced, verminderde ejectiefractie, waarbij de ejectiefractie minder is dan 40%. Even voor de helderheid, een normaal hart perst ongeveer 60 tot 70% van het bloed wat in de ventrikel zit helemaal rond. Dus ook gezonde patiënten zullen geen ejectiefractie hebben van 100%. Maar op het moment dat de linker ventrikel ejectiefractie 40% of minder is, dan noemen we het HFrEF. En dat is met name waar we het vandaag over gaan hebben. Voor de HFmREF, dus MRF, en de HFpEF gelden deze adviezen die we vandaag bespreken minder of eigenlijk helemaal niet. Dan weten we eigenlijk niet zo goed wat we wel of niet zouden moeten doen. Nou, naast deze terminologie is het ook altijd goed om ons te realiseren wat voor klachten een patiënt nou zou kunnen krijgen. Daarin hebben we de New York Heart Association klassificatie voor hartfalen. En die onderscheidt eigenlijk 4 verschillende klassen. Met klasse 1, waarbij patiënten geen beperkingen hebben in het inspanningsvermogen, tot aan klasse 4, waarbij patiënten eigenlijk geen enkele lichamelijke inspanning kunnen doen zonder klachten te krijgen. En daarbij dus eigenlijk ook klachten in rust hebben. Hartfalen is een heel divers, de oorzaak van hartfalen kan heel veel diverse oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld komen door een myocardinfarct, het kan ook bij hypertensie komen of door een cardiomyopathie. Daar zullen we in dit college minder tijd aan besteden of geen tijd aan besteden. Maar wij zullen ons wel gaan kijken naar wat er gebeurt op het moment dat je hartfalen krijgt. Want dat zijn namelijk ook de oorzaken of de behandelstrategieën die we kunnen toepassen bij patiënten met hartfalen. En als we dan gaan kijken naar een patiënt met hartfalen met een verminderde ejectiefractie, dus echt de HFrEF, dan zien we eigenlijk het volgende ontstaan. En dit plaatje kunt u misschien ook nog wel kennen van een myocardinfarct college. En daar zullen we stap voor stap even langslopen. Op het moment dat een hart faalt, dan zien we aan de linkerkant, bij puntje 1, dat er door de druk in het hart, stress, dan ontstaan er bepaalde peptiden. En die peptiden, ook wel de AMP en BMP, dat is eigenlijk ook hetgene wat we vaak meten om te kijken of een patiënt hartfalen heeft, namelijk het NT-proBNP. Dat zijn peptiden die er eigenlijk voor zorgen dat de bloedvaten open gaan staan en dat we vocht uitplassen. Dus dat zijn hele handige eiwitten, enzymen, die het hartfalen verbeteren. Echter hebben we ook in ons lichaam een stofje, dat heet nepgidicine. En dat nepgidicine, dat breekt eigenlijk die AMP's en BMP's af. Waardoor het effect van vasodilatatie en het uitplassen van natrium veel minder wordt. Dat is dus een aandachtspunt, die kunnen we eventueel aanpakken, die nepgidicine, om uiteindelijk het vasodilatatie en het zout uitplassen te verbeteren. Want bij patiënten met hartfalen, daar weten we van, dat die over het algemeen te veel vocht aan boord hebben en eigenlijk het bloed niet goed kunnen rondpompen. Nou, stapje 2 bij een hart met hartfalen
zien we ook dat deze patiënten een relatief hoge hartslag hebben. De sympathische activiteit staat over het algemeen vrij hoog. En dat is iets wat niet heel gunstig is, die sympathische activiteit. Want als een hart sneller klopt en ook harder moet kloppen, dan zal het meer zuurstof nodig hebben. En met name bij hartfalen dat veroorzaakt wordt door coronaire problematiek, dan zal dat hart eerder kapot gaan, eerder slijten. Dus dat activiteit van het sympathische systeem is niet heel productief voor een hart dat al aan het falen is. Het derde wat we zien bij een patiënt met hartfalen is dat omdat er eigenlijk te weinig intravasculaire perfusie is van de nier, dus er zit eigenlijk te weinig druk op de nier, denkt de nier eigenlijk dat het lichaam ondervuld is. En strikt gezien is een lichaam met hartfalen, met name bij forward failure, ondervuld. Intravasculair ondervuld. Maar die nier denkt, deze patiënt heeft bijvoorbeeld een shock of is gedehydreerd en gaat daarmee het RAS-systeem aanzetten. En wat je uiteindelijk van het RAS-systeem overhoudt, is vasoconstrictie, waardoor de bloeddruk nog hoger wordt, waardoor het hart weer moeilijker meer kracht moet zetten om er tegen in te persen. Maar het RAS-systeem zorgt ook dat vocht en zout wordt vastgehouden, wat eigenlijk al een probleem was bij een patiënt met hartfalen. Want een patiënt met hartfalen heeft al te veel natrium en vocht in het lichaam. En dat kan het gewoon niet rondpompen. Dus dit is eigenlijk de trias, drie aspecten die aangepakt zouden kunnen worden met medicatie. Om een patiënt met hartfalen met verminderde ejectiefractie te proberen te verbeteren. Als we dan gaan kijken naast die pathofysiologie naar wat je dan voor doel kan stellen bij een patiënt met hartfalen, dan kunnen we dat opdelen in de acute fase en in de chronische fase. In de acute fase gaat het echt over een patiënt die ernstig benauwd is, ook wel gedecompenseerd is. En waar we ons doel moeten stellen, namelijk het verminderen van de symptomen, wat vaak dyspneu is, of vochtophoping in de benen of achter de longen. En hemodynamische stabiliteit verkrijgen, wat afhankelijk van de ernst binnen enkele uren tot dagen tot een normale situatie voor de patiënt geregeld moet worden. Daarnaast hebben we een therapeutisch doel voor de chronische fase. En dat is als een patiënt niet per se gedecomposeerd is, maar in een wat rustiger vaarwater is, dan proberen we het hartfalen wel onder controle te houden. Daarmee proberen we dus het mortaliteit te verminderen, het voorkomen van ziekenhuisopnames en het verbeteren van de klinische status en capaciteiten van de patiënt, om daarmee ook de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te krijgen. Als we dan gaan kijken naar de mogelijkheden die we daarvoor hebben voor het hartfalen, kunnen we dit ook weer opdelen in deze twee categorieën die we ook bij de doelen hebben besproken. In de eerste instantie kunnen we kijken naar het acuut gedecompenseerd hartfalen, dus ook wel die acute fase. En daarnaast kunnen we gaan kijken naar het hartfalen met een verminderde linker ventricul ejectiefractie, dus meer de chronische fase. Nou, voor dat acuut gedecompenseerd hartfalen kunnen we kortwerkende nitraten geven. En kortwerkende nitraten kent u misschien nog van het angina pectoris en het myocardinfarct college. Maar ook bij hartfalen kunnen ze ervoor zorgen dat eigenlijk de preload op het hart minder wordt. Daarnaast kunnen we diuretica geven, met name lysdiuretica, om patiënten te ontwateren. Zuurstof geven bij patiënten die ernstig dyspneusch zijn. En morfine om eventueel pijnklachten en ook het ervaren van de dyspneu te verminderen. Naast het acuut gedecompenseerd hartfalen hebben we dus ook de chronische fase. En in die chronische fase, dat onderscheidt zich weer in een aantal categorieën. Het eerste, misschien wel de meest belangrijke, is de voorlichting en de leefstijladviezen voor patiënten met hartfalen. We hebben de cardioprotectieve behandeling en we hebben eventueel aanvullende behandeling, waaronder ook de diuretica zullen vallen. Als we eerst eens gaan kijken naar de voorlichting en de leefstijladviezen voor patiënten met hartfalen, dan is het belangrijk in eerste instantie voorlichting te geven over de oorzaak van de aandoening en ook dat het klachtenpatroon komt door het onvoldoende te kunnen rondpompen van bloed en daarmee ook het zuurstof. Bewegen en activiteit is heel erg belangrijk. Ook al kunnen patiënten of hebben patiënten hier moeite mee, is het belangrijk in een stabiele situatie zoveel mogelijk en regelmatig te bewegen.
Als dat niet zelfstandig zou kunnen, kun je multidisciplinaire hartrevalidatie of gespecialiseerde fysio- of oefentherapeuten daarbij betrekken om het bewegen zoveel mogelijk te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk om op te letten op de zout- en vochtinname en in de regel bij alle patiënten met hartfalen om geen additioneel zout toe te voegen aan voedsel en ook het innemen van zout te beperken wat in voedsel zit. Dus niet te veel chips of kant-en-klaar maaltijden, want daar zit heel erg veel zout in. Bij patiënten die wat ernstigere hartfalen hebben, dus de New York Heart Association klasse 3 en 4, wordt zeker vaak een vochtbeperking opgelegd, waarbij 1,5 tot 2 liter per dag wel een minimum is. Daarnaast wordt er leefstijladviezen gegeven. En bij hartfalen, met name bij ernstige obesitas met een BMI boven de 35, wordt er sterk geadviseerd om af te vallen. En als dat niet voldoende lukt, eventueel een diëtist of wederom weer de fysio- of oefentherapeut erbij te betrekken. Realiseert u zich dat dit de adviezen specifiek voor het hartfalen zijn. Als een patiënt hartfalen heeft door een myocardinfarct, is het ook belangrijk om de voorlichting en leefstijladviezen voor het myocardinfarct erbij te betrekken. Dus ook daar speelt dan bijvoorbeeld roken, veel bewegen, goede voeding nog een additionele rol. Nou, naast de voorlichting en de leefstijladviezen is het dus ook goed om te kijken naar de cardioprotectieve behandeling. Die cardioprotectieve behandeling kunnen we ongeveer opdelen in 4 groepen. In eerste instantie hebben we de A, de ACE-remmer, de angiotensine receptorblokker of als laatste stap de angiotensine receptorblokker met een neprilysineblokker, ook wel de ARNI genoemd. De tweede optie is de beta-blokker, de derde is de MRA, ook wel de aldosteron-antagonist en de vierde is de SGLT2-remmer. Ik zei wel, het is het een of het ander, maar dat is eigenlijk niet het geval. Bij die cardioprotectieve behandeling streven we ernaar om al deze 4 geneesmiddelen te geven. En dat wordt wel langzaam opgebouwd naar alle 4, maar de beste uitkomsten krijgen patiënten wanneer ze deze 4 aspecten alle 4 hebben. Deze 4 middelen allemaal hebben. Naast die cardioprotectieve behandeling hebben we ook de aanvullende behandeling, waaronder de diuretica dan. En dat zijn dan met name de listdiuretica. En deze listdiuretica hebben we dus al besproken in de acute fasebehandeling. Maar als het hartfalen erger wordt of een patiënt zich niet voldoende kan houden aan de adviezen van vochtbeperking, dan kunnen listdiuretica standaard toegevoegd worden aan de chronische behandeling. Daarnaast hebben we ook de hartglycoside, die in eerste instantie niet per se worden aangeraden bij alleen patiënten met hartfalen. Maar waarbij we zo ook gaan kijken in welke situaties die hartglycoside toch van meerwaarde kunnen zijn. Als we dan gaan kijken naar de argumentatie van de keuzes voor de medicamenten, moeten we eerst eens gaan kijken naar het acuut gedecompenseerd hartfalen. Ik zei al, we kunnen patiënten zuurstof geven, met name bij die patiënten die respiratoire falen of een hypoxemie hebben. En ook dan geven we, net als bij een myocardinfarct, weer een non-rebreather masker en kunnen we daar 10 tot 15 liter per minuut geven. Misschien wel de belangrijkste behandeling daarbij is ook de listdiuretica te geven. Onder andere de furosemide of de bumetanine. En die geven we dus met name bij patiënten die tekenen van overvulling hebben. Het kan zijn in de benen of anders in achter de longen. Ja, afhankelijk van dus hoe ernstig het is, kunnen we starten met furosemide 40 mg IV. Waarbij we wel goed moeten opletten op eventuele elektrolietstoornissen. En met name tekorten aan elektrolyten zoals natrium en kalium. En belangrijk om je te realiseren dat patiënten die hartfalen hebben ook frequent een slechtere nierfunctie hebben. En bij patiënten met een slechtere nierfunctie moet je over het algemeen hoger de listdiuretica doseren. Omdat de listdiuretica achter de glomerulus pas werkzaam zijn. Dus een 20 mg furosemide bij een pre-terminaal nierfalen is veel minder dan een patiënt met een goede nierfunctie die je 20 mg furosemide geeft. Nou, naast die listdiuretica kunnen we bij patiënten die hypertensief acuut hartfalen hebben ook nitraten geven. En die nitraten die zorgen er dan met name voor dat de
preload op het hart, dus de hoeveelheid vocht die naar het hart toe gaat, verminderd wordt. En dat zorgt ervoor dat het hart eigenlijk minder gevuld wordt. En daardoor, gezien het Frank Starling mechanisme, eigenlijk de rek op het hart, eigenlijk zoveel mogelijk vocht kan uitpersen. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat het hart niet overvol zit met vocht, maar dat eigenlijk de juiste hoeveelheid vocht in het ventrikel terechtkomt, zodat toch het meeste vocht uitgeperst wordt. Als laatste kan je nog de morfine geven, eventueel bij ernstige pijn, maar met name bij hartfalen wordt het gedaan om de dyspneuklachten, de ervaring daarvan te verminderen. Dan kunnen we bijvoorbeeld morfine 2,5 tot 5 milligram subcutaan toedienen. Maar moeten we wel opletten op eventuele bijwerkingen zoals de misselijkheid en de bradypneu die bij daar kunnen ontstaan. Mocht een patiënt hypotensief hartfalen hebben, waarbij een nitraat niet heel erg handig is vanwege de bijwerkingen en de contra-indicaties, zouden we nog kunnen overwegen om positief inotrope middelen te geven. En positief inotrope middelen betekent eigenlijk middelen die de hartkracht van het hart verbeteren. Dat wordt in principe op de CCU gedaan met onder andere deze middelen die de kracht kunnen verbeteren. Daar zullen we het vandaag minder over gaan hebben. Naast het acuut gedecompenseerd hartfalen kunnen we ook kijken naar het hartfalen met een verminderde linkerventrikelfunctie, wat zich dus in drie categorieën onderscheidt. De eerste, de voorlichting en de leefstijladviezen, moeten we eigenlijk bij iedereen toepassen waarbij dat nog niet voldoende is gedaan. Dus dan moeten we gaan kijken naar de verklaring van de klachten, dat iedereen dat goed snapt. De vocht- en zoutbeperkingen toepassen daar waar nodig. En iemand dus ook nog stimuleren voor andere cardiovasculaire aspecten zoals afvallen, goed eten, minder roken. Ja. Nou, daarna hebben we ook de cardioprotectieve behandeling. En bij die cardioprotectieve behandeling is het goed om ons weer terug te wenden naar de pathofysiologie van de aandoening. Namelijk, wat gebeurt er bij een patiënt met hartfalen? En daar hebben we eerder dit plaatje van gezien. En voor dit plaatje zien we dan ook dat aan de linkerkant bij stap 1 zagen we dat die nepgliceïne een belangrijke rol speelde in de afbraak van die ANP en BNP's, die op hun beurt weer een positief effect hadden op de vasodilatatie en het uitplassen van zout. Dus met name die nepgliceïne remmer, door het remmen van de afbraak van die ANP en BNP's, zien we uiteindelijk dat iemand meer vasodilatatie krijgt en ook meer zout gaan uitplassen, wat dus een heel positief effect geeft. Aan de andere kant zien we dat bij stapje 2 het sympathisch systeem overactief is en dat we eigenlijk willen zorgen dat het hart minder hard kracht, minder hard pompt om toekomstige schade te voorkomen. En met name de beta-blokkers spelen daar een hele belangrijke rol bij. Derde puntje is het RAS-systeem dat overactief wordt door het hart. A, door het sympathisch systeem, maar ook omdat die nier denkt dat er eigenlijk een ondervuld bloedvat aanwezig is. Hè, dus eigenlijk een dehydratie aanwezig is, waardoor die nier ervoor wil zorgen dat het RAS-systeem actiever wordt, waardoor er meer vocht wordt vastgehouden en daarmee meer daarmee de dehydratie voorkomt. Nou, daar zien we dat met name de ACE-remmers, of de angiotensine receptorblokkers, een belangrijke rol in spelen. Maar een heel specifiek, het aldosteron, wordt dan nog geremd door de MRA, door de aldosteron-antagonist. Dan houden we eigenlijk nog anderhalf middel over, want die MRA die is in eerste instantie relevant, ook voor het RAS-systeem blokken, specifiek het aldosteron blokken. Maar we weten ook dat die MRA een positief effect heeft op het verminderen van de fibrotisch weefsel in het hart. Want we weten dat aldosteron een hele belangrijke rol speelt bij de verandering, de modulering van het hart. Dus een aldosteronblokker, zoals bijvoorbeeld spironolactone, speelt daar een belangrijke rol bij. Nou, die laatste, de S, staat voor de SGLT2-remmer. En dit middel kennen we onder andere van de behandeling van diabetes mellitus type 2, waarbij dit middel er onder andere voor zorgt dat er meer suiker wordt uitgeplast. Maar weten we dus dat die SGLT2-remmer er ook voor zorgt dat een patiënt meer vocht uitplast. En meer vocht uitplassen is heel gunstig voor een patiënt met hartfalen,
Want dan hoeft dat hart minder vocht rond te pompen. En dat maakt het dan uiteindelijk weer makkelijker voor dat hart om toch een goede ejectiefractie te krijgen. Dat is niet het hele verhaal van die SGLT2-remmer. Dat is een deel van het verhaal dat het zorgt voor meer diurese. Maar zoals al in een eerdere college ook al is behandeld, weten we dat die SGLT2-remmer ook heel veel andere positieve effecten heeft op het hart. Namelijk minder fibrose van het hart en ook ervoor zorgt dat er minder epicardiaal vet ontstaat. Waardoor dat hart makkelijker meer ruimte krijgt om vocht rond te pompen. Dus dit zijn eigenlijk de gedachtes waarom die cardioprotectieve behandeling zo belangrijk is bij patiënten met hartfalen. De ACE-remmer en de ARB vanwege het overactief RAS-systeem, de beta-blokker vanwege de sympathische activiteit en het rustig houden van het hart, de MRA voor de specifieke blokkade van de aldosteron, wat onderdeel is van het RAS-systeem en het voorkomen van verbindweefseling, en de S voor het verminderen voor het meer uitplassen van vocht en uiteindelijk ook vanwege de cardioprotectieve effecten van het hart, minder bindweefsel en minder epicardiaal vet. Naast de effectiviteit is het ook goed om te kijken naar de veiligheid en geschiktheid van deze cardioprotectieve behandeling. Nou, bij de ACE-remmers, ARB's of de ARNI's is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken naar de bijwerkingen. Met name de ACE-remmers geven een hoge kans op anafylactische reacties en kriebelhoest. Eigenlijk al deze drie middelen geven een hoog kalium en moeten we opletten bij preterminale nierfalen patiënten. En alle drie de middelen geven een interactie met de NSAID. Bij de beta-blokkers letten we op de bijwerking bradycardie en orthostatiehypotensie. En moeten we opletten op de contraindicatie ernstig astma, omdat de astma kan verergeren door beta-blokkade. Ernstige perifere circulatiestoornissen kunnen worden verergerd omdat de beta-blokkers frequent vasoconstrictie geven. En we moeten opletten op een hooggradig AFL-blok. De MRA moeten we opletten op de hyperkaliemie, omdat die sterk van kan verhogen door de aldosteron-agonist. En we moeten ook opletten op ernstige nierfunctiestoornissen, omdat deze middelen dan vaak slechter werken. En nog hogere kalium geven, omdat bij nierfunctiestoornissen toch vaak al een hoger kalium ontstaat. SGLT2-remmers moeten vooral opletten op de bijwerking urogenitale infecties, omdat de SGLT2-remmer ervoor zorgt dat er meer glucose wordt uitgeplast, wat een goede voedingsbodem is voor bacteriën. En omdat er met dat glucose veel vocht meegetrokken wordt, kunnen patiënten er ook hypotensief of duizelig van worden. De SGLT2-remmers interacteren met de diuretica, in het bijzonder de listdiuretica, omdat ze eigenlijk dezelfde effecten hebben. Ze zorgen namelijk voor dat je veel vocht uitplast. Naast die cardioprotectieve behandeling is het ook goed te kijken naar aanvullende behandeling, dus waaronder de diuretica. En hoewel er altijd wordt gedacht dat die diuretica heel effectief zijn, zijn ze dat ook wel, maar is de kwaliteit over het bewijs van de diuretica op de morbiditeit en mortaliteit vrij laag. Of eigenlijk matig. Wel weten we ervoor dat het eigenlijk het doel van die middelen is om euvolemie te krijgen. Dus we willen iemand die niet overvuld is en niet ondervuld is. En dat is een soort continue aanpassing in die diuretica om iemand op dat juiste punt te bereiken. En dat hangt natuurlijk af van hoeveel iemand inneemt en hoeveel er uitgaat middels de diuretica, maar ook hoe goed de nieren het eigenlijk doen. En het advies daarbij is om de laagst mogelijke dosering te geven waarbij iemand deze euvolemie bereikt. Nogmaals, het heeft dus niet echt effect op de mortaliteit, maar meer eigenlijk op de kwaliteit van leven en het verminderen van de exacerbaties die iemand kan krijgen door te veel vocht. Tweede optie van de aanvullende behandeling kan de hartglycoside zijn. En we weten, die hartglycoside, dus met name de digoxine, dat die een belangrijke rol kunnen spelen bij patiënten met hartfalen die ook atriumfibrilleren hebben. En in het bijzonder de patiënten met atriumfibrilleren met een snelle volgfrequentie. Want we weten namelijk dat die hartglycoside ervoor zorgen dat aan de ene kant de hartfrequentie verlaagd wordt, maar aan de andere kant de hartkracht beter wordt. En met name dat laatste is voor een patiënt met hartfalen wel fijn.
En patiënten met atriumfibrilleren die zijn gebaat bij een lagere ventrikelfrequentie. Maar de internationale richtlijnen zijn niet zo positief over die hartglycoside. Die zeggen eigenlijk alleen als andere opties, zoals een beta-blokker, niet voldoende zijn of niet geschikt zijn. Dat ze dan pas van meerwaarde kunnen zijn, met name ook vanwege hun veiligheidsaspect. Want als we dan gaan kijken naar die veiligheid en de geschiktheid, zien we dat die listuretica, ja, met name een bijwerking, vooral bij als je teveel gaat geven, dat ze hypovolemie kunnen geven, of eventueel elektrolietstoornissen, in het bijzonder het verlagen van elektrolyten, zoals natrium en kalium, dat we een contraindicatie in hypokaliemie kan zijn, omdat dit middel dus immers nog meer het kalium verlaagt. En in dat geval zien we dat die listuretica vaak worden gecombineerd met kaliumsparende diuretica. Nou, bij patiënten met hartfalen, die krijgen al een kaliumsparende diuretica, namelijk de MRA. En dan zie je ook dat kalium daar mooi door wordt gebalanceerd. Nou, de interactie van listuretica zijn met name NSAID's. In het bijzonder omdat die NSAID's eigenlijk de effectiviteit van die listuretica verminderen, omdat ze preglomerulaire vasoconstrictie geven. Dus eigenlijk gaat er minder bloed en dus daarom ook minder listuretica naar de glomerulus, waardoor ze dus minder effectief zijn. En daarnaast hebben die listuretica met andere diuretica uit SGLT2-remmers in interactie, omdat ze vergelijkbare effecten hebben. Als we kijken naar de hartglycoside, dus de digoxine, dan zien we dat met name ze contraindicaties hebben, waarbij we dus op moeten letten op andere geleidingsstoornissen, en met ernstige nierfunctiestoornissen. Digoxine wordt immers alleen maar geklaard via de nieren. En als iemand ernstige nierfunctiestoornissen heeft, dan zal de excretie van digoxine sterk verminderd worden. Nou, de interacties van hartglycoside zijn met name beta-blokkers en calciumantagonisten, omdat deze middelen het effect versterken. Beta-blokkers en calciumantagonisten zijn immers ook negatief chronotroop, dus ze verlagen ook de hartfrequentie. En NSAID's en ACE-remmers die zorgen ervoor dat de digoxine minder wordt geklaard. Die zorgen immers dat de nierfunctie verminderd wordt. En aangezien die hartglycoside de nierfunctie nodig hebben om geklaard te worden, zal dit minder worden. Hartglycoside in combinatie met diuretica is vervelend omdat digoxine met name bij een hypokaliemie een verhoogd risico heeft op ernstige toxiciteit. Daarnaast moeten we bij die hartglycoside dus vooral rekening houden met die nierfunctie. Maar dat hebben we net al besproken. Maar ook omdat die digoxine een hele smalle therapeutische breedte heeft. Dus het werkt snel te toxisch of niet effectief. Dat gecombineerd met die renale, of bijna volledige renale klaring, maakt het wel een lastig middel om goed te doseren. En bij bijvoorbeeld hele warme zomers, als mensen minder goed drinken, in combinatie met die listuretica, of bijvoorbeeld een SGLT2-remmer, kan dit wel een lastig middel zijn. Nou, naast de argumentatie is het ook altijd belangrijk om informatie te geven aan de patiënt, nadat je een keuze hebt gemaakt. En zorg dat de patiënt dan ook goed is ingelicht over de behandeling en benadruk echt die leefstijladviezen. Eigenlijk bij elk consult is dat van toepassing, omdat iemand met die leefstijladviezen eigenlijk de beste kans heeft om zonder exacerbaties te blijven leven. Daarbij is het dus belangrijk om cardiovasculaire risicofactoren conform de betreffende richtlijn, zoals het myocardinfarct of angina pectoris of hypertensie, nog additioneel te behandelen. En het is belangrijk om de maximale tolereerbare dosering van die cardioprotectieve behandeling te geven. Ja, dus dat betrof de ACE-remmer of de ARB, of de ARNI, de beta-blokker, de aldosteron-antagonist, dus de MRA, en de SGLT2-remmers. En eigenlijk wat de hartfalenpolie dan ook vaak doet, is deze middelen tot echt de maximale doseringen probeert te verhogen. Want die patiënten die dat krijgen, die hebben de beste uitkomst op hartfalengebied. We moeten ons wel echter goed achter de oren krabben als patiënten heel veel bijwerkingen van die middelen krijgen, onder andere orthostatiehypotensie of nog kalium, dan geven we liever minder van die middelen, omdat hyperkaliemie of vallen bij ouderen ook een heel belangrijke factor is waardoor patiënten kunnen overlijden.
Dus dat moet altijd wel in oogschouw worden genomen. Belangrijk is ook om patiënten te adviseren om met enige regelmaat te wegen. En dat gaat dan niet per se om het wegen om, vanwege het gewicht van vet, maar met name om te kijken of iemand niet toeneemt in gewicht. En dat vooral gerelateerd is aan het vocht. En daarom is het altijd belangrijk om patiënten die snel zijn toegenomen in gewicht, bijvoorbeeld 2 kilo binnen 3 dagen, om die patiënten te instrueren dat ze contact moeten opnemen om eventueel de diuretica te verhogen. En patiënten die goed instrueerbaar zijn, die hier al langere tijd mee leven, die hebben vaak ook een flexibel diuretica beleid. Dus die weten zelf al, op het moment dat ik zwaarder word in gewicht door vocht, dan neem ik extra diuretica. Maar bij patiënten die een toename van dus kortademigheid hebben of dikke benen, daar wordt dan eigenlijk gezegd dat ze een verdubbeling moeten krijgen van de diuretica voor enkele dagen. Dat is meestal 2 tot 7 dagen, totdat het gewicht weer is op een normale streefgewicht. En dan kunnen patiënten weer over naar hun standaard diuretica. Naast de informatievoorziening en met name dit flexibele diuretica beleid, wat niet voor alle patiënten, dat niet alle patiënten zelfstandig kunnen doen, dus waar de zorgverlener ook een belangrijke rol in heeft, is het belangrijk om patiënten regelmatig te controleren. En die controle hangt af van in welke fase een patiënt is. Patiënten die nog opgebouwd moeten worden met medicatie, ook op de instelfase, is het belangrijk om die controles wat vaker te doen. Bijvoorbeeld patiënten die rasremmers, MRA, SGLT2 remmers of diuretica starten of worden opgehoogd, is het belangrijk de EGFR, natrium en het kalium goed te controleren voor de start van deze middelen. Daarnaast is het ook belangrijk 2 weken na de dosisaanpassing te controleren op bijwerkingen en eventueel op het laboratoriumonderzoek om te kijken of toch die elektrolyten en die nierfunctie overeind blijven. Een ander belangrijk punt is dat de sacubitril, dus de ARNI, eigenlijk altijd in samenwerking is met een ARB. En dat komt met name door dat die sacubitril in combinatie met een E-schermer een sterk en een echt zeer sterk verhoogd risico geeft op angioödeem. En daarom wil je er eigenlijk voor zorgen dat die sacubitril niet gegeven wordt met een E-schermer. Nou, als een patiënt eerst op een E-schermer staat en later overgaat naar sacubitril, is het belangrijk om te zorgen dat die E-schermer minimaal 36 uur is gestaakt voordat die sacubitril wordt gestart. En wat we dan ook vaak zien is dat een patiënt eerst start op een E-schermer, dan over wordt gezet naar een ARB voor een bepaalde tijd en aan die ARB pas die sacubitril wordt toegevoegd. Bij patiënten met een beta-blokker is het belangrijk om te controleren 2 weken na een start- en dosisaanpassing. En dan kijken we met name naar de ventrikelvolgfrequentie, dus naar de pols, naar de bloeddruk en of iemand nog adequaat kan inspannen. Bij digoxine is het ook belangrijk om de EGFR en het kalium te controleren. En afhankelijk van de dosering en op basis van de leeftijd wordt dat dan eventueel aangepast. Digoxine controleren dan wekelijks totdat de ventrikelvolgfrequentie een bevredigend niveau heeft. Dus die kunnen we langzaam ophogen tot de maximale dosering voor die leeftijd of dat iemand een adequate ventrikelfunctie heeft. De controle van de chronische ingestelde patiënten is wat infrequenter. Dus dan zien we dat die patiënten elke 3 en 6 maanden worden gecontroleerd in de beginfase en daarna jaarlijks. En dan zien we dan ook dat onder andere klachten, bijvoorbeeld inspanningsvermogen, therapietrouw, bijwerkingen elke keer aan het licht moeten komen. Maar ook bijvoorbeeld de bloeddruk, de polsfrequentie en het gewicht. En jaarlijks dan ook de laboratoriumafwijkingen, EGFR, natrium en kalium. En eventueel andere factoren uit het CVRM. Dus bijvoorbeeld iemand naast het hartfalen ook een myocardinfarct heeft, is het ook belangrijk om dus het cholesterol mee te nemen. Nou, belangrijk bij elk consult is aandacht te besteden aan de voorlichting en de leefstijladviezen die eerder in dit college al aan bod zijn gekomen. Sommige patiënten moeten vaker worden gecontroleerd. En dat zijn met name patiënten met een slechte nierfunctie, dus een nierfunctie onder de 30, bij kwetsbare ouderen of bij ouderen die in het verleden nierfunctie of elektrolytafwijking hebben gehad
op het gebruik van deze medicatie. Want dan kan bijvoorbeeld een warme zomerse middag kan al heel veel interactie geven met deze medicatie. Nou, dat is wat ik vandaag met u wilde bespreken. Ik hoop dat u hier wat aan heeft. En ik hoop u in een volgende deel wederom weer te horen. Een fijne middag nog.